Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Itzultrex, de enige echte natuurlijk. Ik heb eigenlijk niemand in de chat erover gehoord, maar volgens mij is er vandaag iets niet geweest. En dat is een aflevering van Euro Truck Simulator. Ik heb vandaag geen upload gedaan van Euro Truck Simulator, want ik heb gewoon geen tijd gehad. Ik was er al een klein beetje bang voor dat het niet ging gebeuren. Dat er een keer een dag kwam dat ik niet kon uploaden. De grootste reden daarvan is dat ik had gewoon geen tijd. Ik had er geen tijd voor. Ik ben momenteel ook met andere dingen ben ik bezig. En daardoor is het helaas. Is er vandaag geen aflevering gekomen van Euro Truck Simulator. Ik ben ook tijdelijk ermee gestopt. Ik stop er heel even mee. Ik heb momenteel geen tijd ervoor. Ik heb gewoon echt het moment nodig dat ik gewoon heel veel afleveringen achter elkaar klaar heb. Allemaal geëdit heb. Allemaal heb opgenomen. Allemaal heb geëdit. En dan gaat het een stuk makkelijker gaat dat. Vandaar dus even helaas geen Euro Truck Simulator. Er is wel een hele hoop gebeurd in pretparkwereld. Ik zou het gaan hebben over Slagharen. Daar is natuurlijk weer nieuws is ervan. En er is ook weer nieuws uit de Efteling. Is er weer nieuws. Terwijl ik momenteel even mijn Planet Coaster opstart. Ja, ik ga nog even Planet Coaster spelen. Ik heb nog 2 uurtjes ongeveer. Dus ik ga nog eventjes lekker Planet Coaster spelen. Maar er is nieuws uit de Efteling. En dat een heel een nieuwe aflevering is gekomen van de bouw van Dans Macabre. En dat er ook een hoop nieuws uit is. Nou, mijn mening ga ik even lekker nog niet geven, want dat krijgen jullie allemaal nog te horen in de aankomende vlogs. Te beginnen met eerst even een videootje over Slagharen, want daar gaat de Dark Ride Wild West Adventure weg. Of nou, in ieder geval een remake. Ja, de ene die zegt dat hij gerenoveerd wordt, de ander zegt dat hij helemaal totaal weggaat. Er is geen touw aan vast te knopen. Er komt nog een nieuwtje. Ze gaan nog nieuws vertellen. Later gaan ze nog nieuws vertellen over wat het nou precies gaat worden. Wat ze precies gaan doen ermee. Daar ga ik mijn mening over zetten daar ga ik mijn mening over zeggen in de volgende vlog. En dan hebben we ook nog Dans Macabre vandaag. Daar is ook de officiële sloop begonnen van het spookslot. Ik heb al beelden gezien. Het spookslot gaat nu echt plat. Er zijn al wat dingen zijn er al weg. Volgens mij bij de wc-ruimte zijn die ramen boven al weg. Ik zag al net boven de wc's zag ik al dat het helemaal kaal was. Daar hadden ze al muren weggehaald. Dus er is een hele hoop over te vertellen. En daar ga ik ook een vlogje nog over maken. En die vlog die krijgen jullie ook nog te zien. We gaan het in de volgende vlog gaan we het eerst hebben over Slagharen. Dus blijf tuned als je wil weten wat ik ervan vind van het laatste nieuws van Slagharen. Dat is de Wild West Adventure weggaat. En mijn mening over Dans Macabre. De vervanger van het spookslot. Waar natuurlijk een heleboel over te doen was. Dat krijgen jullie te horen van mij. Er gaat ook nog een podcast komen. Want ik wil ook nog een podcastje maken. Dat ga ik als het goed is. Ga ik dat samen met Joost doen. Ik heb al Joost gebeld daarover. En die vond het een goed idee. Ik wou toch nog even mijn mening geven. En wat dingetjes vertellen over wat ik vind van de huidige pretparkgeneratie, zeg maar. De evolutie in pretparkwereld. Want er is de laatste tijd nogal heel erg veel dingen aan de hand in pretparkwereld. Qua attracties, nieuwbouw, regeltjes,
dingetjes allemaal. Dus ja, willen jullie weten, stay tuned en blijf geabonneerd op mijn kanaal. En dan krijgen jullie mijn mening te horen over alles en nog wat in pretparkwereld. Jongens, bedankt voor het kijken. Groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Like het. En ik zou zeggen, ja, abonneer. Want ik heb de abonnees hard nodig om een beetje door te groeien. En ook heel veel weergave heb ik nodig. Dus abonneer. Kijk mijn video's. Like ze. Beloon ze met een dikke duim omhoog. En ik spreek jullie allemaal bij de volgende vlog. En als je nieuw bent en je abonneert, vergeet het belletje niet voor de notificaties. Jongens, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.